het beschermen van de profeet sallam, of het opkomen voor de profeet sallam, de profeet sallam heeft dat zelf niet nodig. Allah is voor hem opgekomen. Illam tansuruhu faqad nasarahu Allah. Als jullie niet voor hem opkomen, weet dan dat Allah subhanahu wa ta'ala al voor hem opgekomen is. Dienen wij dus voor de profeet op te komen? Heeft de profeet het nodig? Nee. Maar wij hebben het nodig om voor hem op te komen. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Als jullie niet voor hem opkomen, weet dat Allah voor hem is opgekomen. En het opkomen voor de profeet sallam is niet voor de profeet sallam of voor Allah, maar voor ons. Wij hebben het nodig om op te komen voor de profeet sallallahu alaihi wasallam, om onze iman correct te krijgen, correct te maken en compleet te maken en compleet te houden.